Ze is 20 lentes jong en volgt nu 2 jaar de Rabo Regio trainingen. Purdy Jansen. Inmiddels heeft ze de stap naar de subtop gemaakt en studeert ze ook nog eens rechten. Nou, als ik moet kiezen tussen studierechten en een echte topcarrière zoals Ankie of Adelinda of Edward. Maar ja, kijk, je gevoel zegt natuurlijk ja, paarden. Maar ja, kijk, paardensport is nou, ja, en vooral de dressuur. Dat is nou niet een sport waar je 1, 2, 3 heel erg rijk van wordt. En niet dat het per se altijd om het geld gaat, maar... Hij zo? Ja, ik realiseer wel dat het gewoon een hele dure sport is. En dat je ook heel veel geluk moet hebben, want je kunt een heel goed paard... Of ja, je kunt zelf heel goed kunnen rijden, maar zonder goed paard en management eromheen... Ja, lukt je dat alleen niet? Op het KNS-centrum in Ermelo krijgt Purdy training van Tommy Visser, onder toeziend oog van de bondscoach. Wat heeft ze nu eigenlijk in die 2 jaar precies ontwikkeld? Ik heb gewoon al stukken meer controle en het is ook op wedstrijd snel vooruit gegaan. Best veel gewonnen, dus ik wil nu volgend jaar nog jonge rijders rijden. En uiteindelijk als het even kan, daarna ook de future testen of in ieder geval kijken of die dat kan. En natuurlijk, iedereen wil al de nieuwe Ankie worden, maar of dat realistisch is, dat moet natuurlijk blijken. Maar ja, tuurlijk, ik zou het wel willen. Ik zou graag Grand Prix rijden later. Voor Purdy is het nog even afwachten wat de bondscoach ervan vond. Maar waar is ze zelf nou het meeste trots op? Ja, het is gewoon ook een fijn gevoel om dat ik mijn paard helemaal zelf opgeleid heb. Omdat dat toch je eigen verdienste is en dat je het echt zelf gedaan hebt. En om hem dan iedere keer weer te zien groeien, en ik ken hem ook al vanaf jong paard, dan dat is gewoon echt enorm leuk.